3, 2, 1, go! Waarom staan we in hemelsnaam met een Peugeot 308 en een Mini ergens bij zee koud te leien? Ja, het is wel koud, ja. Nou ja, kijk, de Mini is tegenwoordig burgerlijk geworden. Hij is als 5 deurs, praktisch voor het gezin. En dan, ja, dat wilde ik vergelijken, zeg maar, met een soort een andere hatchback. Een beetje benchmark in de klasse. Maar ja, denk ik, als we weer een Golf meenemen, en dan krijgen we weer een vakblok, dit en dat. Peugeot 308 natuurlijk ook. Heel populair nu, dus ja, dat is de aanleiding. Ja, maar de Peugeot 308 is wel populair omdat het ook echt een 5 deurs is. Die Mini is meer een 3 deurs met 2 extra opbergvakjes die je toevallig van buitenaf kan bereiken. Ja, maar ik heb 193 pk. Ja, en 25% bijtelling over hoeveel ook alweer? Ja, vind ik al zo goedkoop om meteen over de prijs te beginnen. Jezus, wat ben je er voor Hollander? Kom op, we gaan rijden. Makkelijk dat je... Nee joh, maakt niet uit. Schat, ik hou van je. 5 deurs Mini, en dit is natuurlijk, zeg maar, ideaal voor de lease, want maar ja, in 3 deurs mag je vaak niet zakelijk rijden. Ja. Nee, ja. Vertel, ik zit ondertussen even te kijken waar al die knopjes voor zijn. Ja, wel veel knopjes. Heel veel knopjes. Wat heb je nou gedaan? Ik heb de Dynamic Traction Control geactiveerd. Ja. En dit is echt, zeg maar, de hoeveelheid verschillende materialen en kleuren en dingen. En dan heb je ook nog... Daar, kan je dat in beeld bekijken? Ik reed net 1 liter op 1800 kilometer. Dit is, zeg maar, als Apple een auto zou bouwen, dan zou het, denk ik... Ja, misschien ook wel niet. Het is wel allemaal standaard materialen, maar het ziet er wel... Het is wel strak. Ja, dan moet je alleen niet te veel de interface induiken, want ik moet zeggen, het navigatiesysteem en zo ziet er wel weer uit alsof het 8 jaar geleden op de markt had kunnen komen. Kunnen we weer met de draaischijf. Dat is wel ergonomisch. Ik moet eigenlijk hier die ding omhoog kleppen. Dan heb ik hier de iDrive controller van zo'n cam van BMW. Het is wel echt gewoon een zooitje in deze auto. Ja. Zeg maar, het is anders dan anderen. Maar anders is niet altijd beter, hè? Ja, maar de 308 is ook anders. En had jij daar nou, zeg maar, na 5 kilometer over, joh, onhandig? Nee, eerder het tegenovergestelde eigenlijk. Het is heel rustig in die cabine. Ja, nee, waarom zou je dit gaan kiezen? Je kan dit nu wel, denk ik, makkelijker leasen doordat het 5 deurs is. Ja. Maar ja, die achterdeuren kunnen we denk ik wel redelijk over eens zijn dat die niet per se heel veel toevoegen aan de auto. Ja, het is iets minder onhandig dan de 3 deurs. Zo moet je denken, een beetje zien. Ja, kijk, zo'n Cooper S, bedoel, dit blok is wel gewoon lekker. Hè? 193 pk, zo'n 2 liter, voelt wel een beetje geknepen. Wat denk ik ook zo is, want het is natuurlijk hetzelfde blok als in de 328i zit en dan heb je veel meer pk's. Opgegeven sprinttijd naar de 100 met deze automaat. 6,8 seconden, dat voel ik er overigens niet echt heel erg aan af. Hij is wel snel, maar met name die tussensprints denk ik, ja, wow, het is wel oké, maar niet, zeg maar, blistering fast. Sorry. Ja, ik wilde op alle knopjes gaan drukken, net zoals jij bij mij deed. Ik ben er wel snel klaar. Ja. Nee, maar ik vind dit, persoonlijk, echt wel een prettiger cabine om in te zitten. Als ik hier dagelijks in zou moeten rijden, zou ik qua interieur een stuk gelukkiger van worden dan van die Mini. Kunnen we op een of andere manier toch de Mini laten winnen, omdat hij meer pk's heeft? Wat doet deze in de sprint naar de 100? Volgens mij rijden. Die tijd is zo lang, die past er niet in het boekje. Niet in het boekje. Nee. Je gaat nu accelereren naar de 100, of ben je nog bezig? Doen? Ja, ik zit... Dit is vol gas. Dit wel trouwens. Nee, ik moet zeggen, voor het feit dat dit, zeg maar, 115 pk is, voelt het best wel... Het voelt niet traag aan. hoeveel pk? 193. Weet je, zei ik, hij voelt inderdaad niet blistering fast, om het zo te zeggen. Vlot. Vlot. Hij klinkt wel leuk. Weet je dan jouw diesel? Beter dan... Pintje van laten! Beter dan de diesel. Ja. Echt een wonder dat hij beter klinkt. Ja, dat zijn wel, ja, dat is wel een duur geluidje als je hem daarvoor gaat kopen, maar gefeliciteerd. Je hebt gewonnen op basis van geluid. Testen, je, zeg maar, je goed door het stuur kijkt. En wat ze bij Peugeot zeiden is van je moet eerst goed gaan zitten, ja, en dan pas je stuur afstellen. En dan zou je, als het goed is, gewoon over je stuur heen de tellerskeurig kunnen zien. Bij mij is dat ook zo. Ik ben even volgens als een actie. Oh, zo. Ik ben niet uit mijn concentratie halen. En rijden 100. Aha. Dat kan mag, dus wel. Mag je niet geloven, maar... Nee, kniezoor die daarop is. Het is meer bread and butter, hè. Dit is gewoon... Dit is vervoer. Zo'n Mini is een statement. Misschien wel een totaal verkeerde statement. Zeg maar meer voor mensen die dit haar hebben zo. Kom maar wel een beetje zo. Hey, ik kom even mijn Mini voorruim. Maar ja, voor €45.000 zou ik echt nooit een Mini kopen. Echt never nooit. Maar zou je voor €45.000 een 308 kopen? Nee, ook niet. Maar kan ook niet, hè? Voor... Het is fysiek gewoon niet haalbaar. Volgens mij als je alle opties aanzet, dan kan je nog niet boven de €35.000 uit bij die auto. Dus conclusie, als je niet weet hoeveel je geld af moet raken, je houdt van knopjes, lampjes, en dingetjes, toeters en bellen en gewoon gadgets, dan koop je een Mini. Ja, wel een fijne auto. Maar en wanneer koop je deze dan? Als je weinig bijtelling wil en gewoon een goede auto wil. Nee. Het is eigenlijk een beetje de nieuwe Renault Megane, zeg maar, met 14% bijtelling. Dus op een verjaardag heb je geen aanspraak met een 308, behalve als je vertelt dat het stuur wil. Het kleinste is in zijn klasse en het is de lichtste auto in zijn klasse. Ja, ja. Maar dan vind ik de SW logischer, want die heeft ook 14% bijtelling. Zeg ruim man, zo'n Mini. Voor 3 man! Compact auto.